kan één individu het verschil maken. Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik soms moedeloos. Klerenzooi. Honger, milieuproblemen, armoede, oorlog. Ja, de wereld is nog te redden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, dan begint het gelijk ook maar weer te borrelen in mijn hoofd. Dan ga ik liever in mijn eigen omgeving op zoek naar dingen waar ik wel blij van word. En dan denk ik, ja, het kan dus wel. We gaan naar Power by Peers. Dat is een project waarbij mensen die in een uitkering zitten, klaargestoomd worden om ondernemer te worden, ZZP'er te worden. En het is een mooi concept waarbij uiteindelijk ook de mensen die dus opgeleid zijn en zelf al ondernemer zijn, weer nieuwe mensen die daar komen gaan helpen om weer ondernemer te worden. Het zijn in feite mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, in een uitkering zitten, daar meestal ook al wel wat langere tijd in zitten. Die voor zichzelf in ieder geval op een gegeven moment besloten hebben, dit moet anders. Ze hebben allemaal de drive, en dat voel je daar ook. Ze hebben allemaal de drive om uiteindelijk gewoon weer op eigen benen te staan. Hoe draagt dit dan bij aan een betere wereld? Dat er minder mensen van een uitkering, hè, dus dat we eigenlijk op een andere manier kijken naar mensen. Mensen hebben mogelijkheden, mensen kunnen iets. En als je je daar maar op richt, ontstaan er vanzelf weer een heleboel nieuwe creatieve ideeën. Wat doe jij bij Power by Peers? Ik leid de Power Academy. En dat is een programma voor mensen die bezig zijn om een bedrijf te beginnen of om hun bedrijfje verder te ontwikkelen. Nou, we richten ons eigenlijk altijd op twee dingen. Dus aan de ene kant het bedrijf, wat moet het bedrijf doen? Je wil graag klanten hebben, dus je moet kunnen uitleggen van wat ga je dan verkopen, wat ga je aanbieden. Even nadenken over, kan dat ook genoeg geld opleveren? En aan de andere kant natuurlijk de vraag van, wat betekent het voor jouzelf? Wat hier gebeurt, dat vind ik een van de meest interessante dingen. Mensen die zichzelf er op een bepaalde manier opnieuw uitvinden, zeg maar. Ja. Waar help jij de mensen bij? Bij het onderzoeken wat ze zelf moeten doen om verder te komen. Hey, goedemorgen. Hey, Pieter. Nanda. Hi. Hi. Je komt vandaag bij de Power Academy. Ja. En ja. Wat ga je daar doen? We gaan vandaag bezig met bedrijfsverhaal maken. Ik vind het vooral ook heel inspirerend. Ja, okay. Ook om met anderen te praten die ook bezig zijn met hun eigen idee. Ik heb een achtergrond in werken op een laboratorium. Achtergrond in biochemie. En door een hersentrauma kon ik dat werk niet meer doen. En ben ik yoga gaan doen en geïnspireerd geraakt, opleidingen gaan doen. En ben ik daarmee aan de slag gegaan. Maar ik heb nul opleidingsachtergrond in economie. Of nul ervaring met ondernemen. Wanneer is de dag geslaagd voor jou? Ik kom eigenlijk altijd meer geïnspireerd hier vandaan. Dus ik heb altijd zin om aan de slag te gaan met dingen. Maar we gaan een paar dingen doen vandaag. Even iets over een bedrijfsverhaal. Dat wat wil ik vertellen, dat wil ik vandaag kijken of we dat in een soort van trechtertje kunnen krijgen. Dus dat je dat vrij compact kan vertellen. Wat voor verschillende bedrijfsverhalen zien we? En deze zie je natuurlijk heel vaak, hè, met mijn passie voor boekhouding. Zo, ja, je komt dat echt tegen. Wat is Power by Peers? Power by Peers is een sociale onderneming die mensen leert hun eigen pad te lopen en hun eigen bedrijf op te zetten. Werk is cruciaal om mee te doen in de samenleving. Werk is de oplossing om uit armoede en schulden te komen. Dus ik hoop dat mensen hier iets binden van werk is leuk en je kunt er wat mee als je het op een goede manier voor jezelf maakt en dat je iets doet waar je voor gaat. Als het goed is, hebben we nu 4 verhaaltjes over wat je doet, waarom, wat dat oplevert. Wat ik wil vragen is om 1 voor 1 dat even te vertellen. En als je dat hebt verteld, kun je een vraag stellen aan ons. Dan ga je op het afluisterstoeltje zitten. Met je rug naar ons toe. Dus dan kun je even in alle spanning luisteren naar wat wij daarover vertellen. En dat helpt je om je verhaal verder scherp te stellen. Wil je hier gaan staan? Je geniet meer van je leven als je ontspannen, in contact met jezelf en in een sterk en soepel lichaam leeft.
Met behulp van ademhalingsoefeningen leer je dieper, rustiger en gelijkmatiger te ademen en zo je stresslevel te verlagen. Ik zorg voor een veilige sfeer en help je vertragen, zodat je echt de tijd hebt om te ervaren en onderzoeken. Dat is wat ik tot nu toe heb opgeschreven. Wow. Ik wil voorkomen dat het alleen als een reclameverhaal overkomt, maar dat het wel echt past bij wie ik ben. Het stuk na kwaliteit van leven merkte ik dat ik even dacht van wow, er komt een hoop technische informatie voorbij. Hadden jullie dat ook? Ik denk een hele mooie is van ben ik authentiek in dit verhaal? Wat vinden jullie? Is zij heel erg zichzelf? Zegt het? Hebben we nu gezien, oh ja, dit is wat je doet en dit is wie je bent? Omdat authentiek voor mij is dat wat zij graag wil met haar klanten, dat ze dat zelf ook uitstraalt. Ja, ja. Dus dan wil ik haar graag zien in de rust en in de vertraging en in de ontspannenheid. Ja, ik kan me er goed in vinden in de reacties. Ja. Ook mooi is dat je ook begint met een eigen stuk ervaring van hoe ik daarin gegroeid ben of wat ik daaruit gehaald heb. En dat ik van daaruit kan gaan naar wat heb ik daarin dus te bieden. Aha. Yoga doen en in yogales zijn is best kwetsbaar voor veel mensen. En als ik mijzelf... Ik laat een stuk kwetsbaarheid zien ook daarmee. En daarmee bied je ook weer veiligheid aan anderen om kwetsbaar te zijn. Wat belangrijk is. Ja. Ja. Interessant dit, hè? Want nu verschuift langzaam zeg maar ook de focus van dus je verhaal van de techniek zeg maar van wat je doet naar wat mensen daaraan beleven bijvoorbeeld. Dus ik wil het zo gaan doen dat wij je steunen om je eigen pad te lopen, waardoor jij het werk gaat vinden wat bij jou past. Dus voor in mijn beleving heb jij niet een afstand tot de arbeidsmarkt, maar heeft de arbeidsmarkt een afstand tot jou. Dat is wat ik wil veranderen. Daarnaast in het programma zit ook een heleboel harde kant dingen. Van hoe ga ik überhaupt starten met een onderneming? Waar haal ik geld vandaan? Hoe verhoudt zich dat tot omdat ik een uitkering heb? Of hoe ga ik om met mijn urenregistratie? Allemaal die kant, die zit er ook in. Hier ben ik ook mee bezig geweest. Vanmiddag kunnen we er gewoon een begin mee maken. Dan doen we even wat moet er in de boekhouding gebeuren. En wat moet je doen voor de inkomstenbelastingaangifte. Eind van de dag. Mm-hmm. Wat heeft jou geïnspireerd vandaag? Het was heel inspirerend weer, als altijd. Aan het begin van de dag dacht ik, oh, ga ik dit nou doen? Een bedrijfsverhaal en werd het heel technisch. En aan het einde van de dag kon ik gewoon praten vanuit mijn hart. En gewoon wat mij beweegt om yogales te geven, wat mij beweegt om dit te doen. En dat zag ik bij anderen ook en dat was heel mooi. Ja.